Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel gaan wij vandaag samen deze stijltang uittesten van de Zeeman. Ik heb namelijk de laatste tijd meerdere berichtjes van jullie ontvangen of ik deze stijltang wilde uittesten in een video. Dus ik heb hem gekocht en we gaan vandaag samen kijken of het daadwerkelijk wat is. Voordat we dat gaan doen, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren, dat is hier beneden. Het is maar één druk op die rode knop, is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan deze nu samen gaan uitproberen. Ik ben heel erg benieuwd. In mijn Mooi of Zooi reeks heb ik onderhand van de Action, van de Primark. Ik heb van verschillende plekken al budget steltangen en krultangen uitgeprobeerd. Maar nog geen één van de Zeeman. En ik kreeg dus reacties van jullie, want deze wordt verkocht voor maar liefst €7,99. Dat is natuurlijk helemaal niks. Dus ik ben heel benieuwd of het wat is voor die prijs. Deze heb ik persoonlijk online besteld. Dus deze kan je ook gewoon via de website bestellen. Dus ik zal hem hieronder linken. Mocht je na deze review er nou geïnteresseerd in zijn. Ik heb nog geen idee of het wat is. Dus ik kan hem nog niet aanraden, ja of nee. Maar dat ga je snel genoeg zien in deze video. Ik zal hem in elk geval sowieso hieronder linken. Dit is dus een steltang van het merk Emerio. Emerio, ik heb geen idee hoe je het uitspreekt, sorry. Hair straighteners, the easy way to style your hair at home. Deze heeft een maximale temperatuur van 220 graden, wat cool is. Hij heeft een indicator light, on-off switch en de verwarmingselementen met keramische coating. Dat is ook interessant. Wel moet ik zeggen ik weet niet hoe ik dat ga vinden, maar op de buitenkant kan ik zien dat de aan-uitknop aan de binnenkant zit van de steltang. Dus ik weet niet hoe gevaarlijk dat is om je handen te branden, ja of nee. Ik heb geen idee. Laten we hem nu maar gewoon samen gaan openmaken. Hier zo hebben we. We krijgen ook een briefje erin die ik best wel raar vind met buyspareparts.eu. Onderdelen nodig of advies, bel. Oké. Maar we krijgen ook gewoon het standaard uitlegboekjes waar we eventueel nog dingen in kunnen lezen die nog niet duidelijk waren. Ik denk dat deze steltang relatief simpel is in gebruik. Ik moet zeggen, het uiterlijk is mooi. Hij heeft een soort roze accentjes, de platen zijn roze. En hier zo. Hij heeft een vergrendeling, zie ik al gelijk. Dit is altijd een beetje lastig met nepnagels, maar tada, hier is die open. En dan kan je hem weer vergrendelen en dan blijft hij zo dicht. Ik vind dat altijd heel erg fijn voor opbergen. En dan hier aan de binnenkant gaat hij uit en aan. Maar ik zie niet dat ik hem kan instellen op warmte. Dus volgens mij wordt hij dan gewoon 220 graden en that's it. Hij gaat dus gewoon hier zo aan uit. Hij heeft een indicatielampje dat je kan zien dat hij aan of uit staat. En hij kan vergrendelen, dat is het. Meer kan je denk ik ook niet verwachten voor zo'n goedkope steltang. Het spijt me trouwens als ik random in deze video krultang zeg. Want ik heb de hele neiging om krultang te zeggen, want ik gebruik zelf geen steltangen. Eigenlijk vrijwel nooit. Ik hou persoonlijk van gekruld haar. Alsnog ga ik het voor jullie uittesten. Hij heeft een relatief lang snoer. Hij heeft ook weer 360 graden kort, wat super tof is. En ik moet zeggen, het ontwerp vind ik echt heel erg mooi op eerste gezicht. Ik heb hem ingeplucht. Ik ga het schuifje nu omhoog doen. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje eng vind dat dit aan de binnenkant zit. Maar misschien is het handiger in gebruik dat je hem niet per ongeluk dan uit of aanzet. Het lampje is gaan branden, dus ik ga nu eventjes wachten een tijdje. En kijken of die op temperatuur is. Ja, dit is natuurlijk echt wel lastig. Omdat deze wederom weer geen warmteindicator heeft. Dus een beetje kijken wanneer die warm is. Dus ik geef hem heel eventjes een paar minuutjes. En dan gaan we hem zo samen uittesten. Ondertussen ga ik heel eventjes hittebescherming in mijn haar doen. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Altijd als je een hittetool gebruikt, doe iets van hittebescherming in je haar, want je kan je haar echt heel erg verpesten met hittetools. Dus dat ga ik nu eventjes doen en dan ben ik zo terug wanneer die op hitte is. Nou, daar ben ik dan weer. Ik moet zeggen, we zijn nu eventjes verder. Er komt hitte vanaf. Nu moet ik ook wel zeggen dat hij best wel sterk ruikt en wat rook vanaf komt. Maar dat kan gewoon normaal zijn voor de eerste keer gebruik. Is het relatief normaal dat je zelf krultang wat rookt? Ik vind het wel altijd echt super lastig als je geen indicatie hebt dat die opwarmd is. Daar ben ik zo aan gewend. Maar we gaan het gewoon uittesten. Ik heb op dit moment vanochtend krullen ingedaan. Ze zijn al aardig wel uitgezakken. Want ik heb hiervoor echt 5 andere video's opgenomen. Dus we gaan nu gewoon dit stylen. Ik ga beginnen met een voorste pluk. Dat doe ik normaal gesproken nooit. Maar het is wel het makkelijkste voor jullie om te zien of die het doet, of die het goed doet. Een steltang is natuurlijk super makkelijk in gebruik. Je zet hem erop en doet hem langzaam naar beneden. Geef hem even de tijd. Als je heel vaak zo heel snel eroverheen gaat, is slechter voor je haar. En is gewoon niet hoe je een steltang goed gebruikt, dat je haar echt stijl wordt. Ik heb geen spiegel. Ik ben een beetje dom geweest. En we gaan hem erop zetten en gewoon langzaam doorheen laten glijden. Ik gebruik nu mijn viewfinder van de camera. Ik ga zo eventjes een spiegel pakken als ik de rest doe.
En dat is onze eerste pluk. Nou, heeft volgens mij prima zijn werk gedaan. Volgens mij is hij nog niet helemaal op hitte. Zodat te voelen aan mijn haar. Maar hij heeft deze pluk al in elk geval heel erg goed getackled. Ik ga heel even snel ergens een spiegeltje vandaan toveren. Nou, ik heb een spiegel en ik heb hem letterlijk in mijn ringlamp gezet. Als het goed is kunnen jullie hem net niet zien. Dus dit is een goede oplossing. Misschien ook wat voor de volgende keren. Want op deze manier kan ik naar mezelf kijken en kijk ik niet heel erg naar beneden, naar de zijkant. Nu hebben we natuurlijk ook mooi even de steltang wat langer gegeven om op te warmen. Hij doet er dus wel een tijdje over voordat hij op hitte is. Doen we een beetje denken aan de Primark krultang die we hadden uitgetest. Die duurde ook echt best wel een tijd voordat hij warm werd. En dat is bij deze ook het geval. Dan gaan we nu gewoon nog wat plukken doen. Oké, ik heb nu een paar plukken gedaan. En ik moet zeggen, eerste, zeg maar, indruk is super goed. Hij doet het heel erg netjes. Hij is nu echt warm. Duurde wel een tijd voordat hij dat was. Dus ja, eerste indruk zo in gebruik is helemaal prima. Hij werkt makkelijk, werkt goed, is goed warm nu. Dan ga ik nu gewoon alles ermee doen. En daarna hebben over het uitzetten. Of dat nou makkelijk is als hij warm is, ja of nee. En daarna ga ik mijn eindoordeel geven over deze steltang. Maar ik ga eerst de rest van mijn haar doen. Nou, daar ben ik weer. De ene kant van mijn haar gesteld, de andere zoals die hiervoor al was. Zo kan je duidelijk het verschil zien wat deze steltang heeft gemaakt. Ik ga hem eerst eventjes uitzetten nu. Ja, het is niet de meest handige plaatsing, maar je hoeft jezelf niet te branden. Er zit genoeg ruimte tussen de platen en dat. Laten we het dan nu echt gaan hebben over de voor- en nadelen over deze steltang die ik nu heb ervaren. Wat ik ervan vind voor deze prijs. En natuurlijk of deze een mooi of zooi krijgt. Laten we het als eerste hebben over de minpunten. Want de grootste is toch echt wel dat deze een vaste temperatuur heeft van 220 graden. Dat is hoog. Meestal de stijl- en krultangen die een vaste temperatuur hebben, zijn meestal 180 of 190 graden, niet 220. Nu moet ik zeggen, mijn haar persoonlijk heeft daar geen probleem mee. Want ik heb echt heel erg dik en veel haar. Dus dat kan 220 graden aan. Maar als voorbeeld, ik doe ook wel eens het haar van mijn zus als ze een bijzondere gelegenheid heeft. Bijvoorbeeld met haar trouwen en zo heb ik ook haar haar gedaan. Deze zou ik in geen enkele situatie bij haar gebruiken. Want mijn zus heeft juist heel erg fijn haar, heel erg poreus haar. En 220 graden is dan heel erg agressief. Dus als jij deze wil kopen en je hebt dun haar, doe het alsjeblieft niet. Want deze zal dan heel veel schade aanrichten door de hoogte van temperatuur. En dat vind ik toch wel echt een groot nadeel. Want de groep mensen die deze kan kopen wordt dan gelijk alweer een stuk kleiner. Doe het alsjeblieft echt niet als je fijn haar hebt, want dan verpest je je haar. Maar mensen met dikker haar is dit niet erg. Dan kan je hem wel gewoon gebruiken. Verder het enige andere nadeel dat ik heb, maar die kan ik zo ook weer flippen naar een voordeel. Het is net hoe je het bekijkt. Maar dit model is heel erg slank. Hij is heel erg dun. De enige steltang die ik daadwerkelijk in mijn bezit heb, die ik gebruik als ik mijn haar een keer stijl wil. Die heeft letterlijk bijna twee keer zulke grote keramieke platen. Wat ervoor zorgt dat ik gewoon echt veel sneller klaar ben. Omdat hij hele smalle plaatjes heeft, ben je lang bezig met je haar. Hou daar rekening mee. Als je daar niet van houdt, het duurt wat langer met deze door het hele slanke model. Hoe ik dit nadeel kan flippen naar een voordeel, deze zou perfect zijn voor reizen. Want je kan hem dus gewoon heel makkelijk vastklikken, dan staat hij nu vast. En hij is heel erg slank, heel erg klein. Dus deze kan je heel makkelijk meenemen voor op reis. Ik denk dat hij daarvoor echt ideaal is. Verder het uiterlijk, super super toppie. Helemaal goed. Gebruiksvriendelijk. Ik had er geen last van. Ik vond het een beetje gek dat de uit- en aanknop aan de binnenkant zat. Maar ik vond het eigenlijk best wel fijn. Want daardoor had ik niet dat ik per ongeluk aan de knoppen zat of iets dergelijks. Dus dat was een voordeel. En ze zitten wel dusdanig ver weg bij de platen dat je er goed bij kan. Zonder jezelf te branden. Het is een beetje priegelen. Maar het is niet zo erg als dat ik zou denken op voorhand wanneer ik de foto zag op de doos. Dan gaan we nu echt naar mijn eindoordeel van deze Embryo. Ik ga het niet
goed uitspreken. Embryo Teltong van de Zeeman voor maar €7,99. De allergoedkoopste hittetool die ik tot dusver heb uitgetest op mijn kanaal. En ik ga hem een mooi geven, jongens. Hij krijgt een mooi. Wel met in gedachten houden dat deze dus echt wel bedoeld is voor mensen met wat dikker haar. Daarbij is het prima. Gebruik dan hittebescherming. Fijner haar zou ik deze dus niet aanraden. Maar op zich werkt hij prima. Makkelijk om mee te reizen. En voor de prijs heeft hij prima zijn werk gedaan. Nou, dat was het dan voor deze Mooi of Zooi review van de Zeeman Teltong. Heb je nou andere hittetools gezien van budgetwinkels of gekke hittetools online? En je wilt heel erg graag dat ik het ga uitproberen in een video? Laat het dan vooral hieronder achter in de reacties. Dan zou ik heel erg graag willen weten wat jullie graag zouden willen zien in deze Mooi of Zooi review video's. Hoeft trouwens ook niet eens een hittetool te zijn. Kan van alles en nog wat zijn als het maar een beetje in de beauty fashion categorie valt, zeg maar. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccounts, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!